Goedemiddag allemaal. Ook mensen buiten die naar via internet hier naartoe kijken in onze dienst. Welkom en dat u een gezegende dienst mag hebben. Weet je waar ik aan denk net? Want ik ga het over hebben over groeien. Groeien in de Heer. Toen moest ik denken aan het woord van vergetende hetgeen achter mij ligt, strek ik uit naar hetgeen voor me ligt. Ja, als je verder wil met de Heer, dan mag je alle nare dingen vergeten en dan mag je op de Heer zien en verder gaan. Nou, ik vind het gewoon fijn dat wij het woord hebben van de Heer, hè? Want het is ook onze leidraad en de Heilige Geest en de Heer zelf natuurlijk. Want in het Oude Testament, toen was het zo, dat het woord er nog niet was. Toen sprak God rechtstreeks tot jou. Je hoorde ook zijn stem. Of de engelen kwamen om boodschap te brengen, of een profeet. Maar in ieder geval, in de oude tijd, was het anders dan nu, hè? Nu hebben wij het woord, we hebben de Heilige Geest. Maar in die tijd was het toch, ja, lijkt me wel bijzonder. Ja, stel, ik ben aan het werk thuis, ik ga ramen zemen, koken, en in één keer hoor ik iemand mij roepen. Hè, en dat is de stem van de Heer. Nou, het zou toch bijzonder zijn, of niet? Want alles wat er toen gebeurde, moest opgeschreven worden. En hierdoor is de Bijbel ontstaan. Want God sprak persoonlijk tot je en hij riep je op, zoals ik al net zei. Nou, en dan, ik denk als de Heer jou roept, nu op dit moment, nou, ik zal maar zeggen naar Maria, of Gabriel, of Henk. Oh, ik denk dat je wel gaat denken van wie is dat dan weer? Ja, dat was in die tijd ook zo, hè? Nou, ik moet denken aan een verhaal, aan een getuigenis. Toen ik nog in de gospelgroep zat, waren wij in Israël. We gingen daar zingen en getuigen. En er was een jongen. Ja, die hoorde het evangelie en hij zei van, ja, is het allemaal wel waar wat ze zeggen? He, want de meeste Joden geloven ook in God, maar niet altijd in Jezus. Dat is bekend. Maar die jongen is helemaal niet gelovig. En toen in de pauze, toen ging hij buiten zitten, helemaal op een heuvel geloof ik. En hij zat daar helemaal alleen, er was niemand was daar. Geen auto's, geen fietsen, niemand liep daar. Hij was helemaal alleen. Toen hij daar zat, toen hoorde hij iemand roepen, zijn stem. Ik zal maar zeggen, ik weet niet meer hoe hij heet, hè. Ik zal maar zeggen, Johan, en heel duidelijk een paar keer. En toen dacht hij, ho, wacht eens even, dat is de stem van God, dat weet ik zeker. En toen heeft hij getuigd en de Heer aangenomen, want hij wist zeker dat de Heer hem riep. En toen zei hij, oh, dat is de Heer, nu weet ik het, dat hij bestaat. Dus de Heer die werkt op allerlei manieren om ons te bereiken, hè? Zo doet de Heer dat. En wat zet je vandaag in beweging? Want je moet in beweging komen om te groeien. Je hebt mensen die in beweging komen voor, ja, leuke dingen. Natuurlijk mag dat ook erbij. Maar nee, ze hoeven God niet in hun leven. Ze hoeven Jezus niet. Dat is niet belangrijk. Ze zijn in beweging voor heel andere dingen. Maar
we moeten in beweging komen om de Heer te dienen en om te groeien in hem. Kijk, jonge plantjes, hè, als je jonge plantjes hebt, dan moet je water geven en mest. En je moet verzorgen, heel goed verzorgen, zodat het gaat groeien. En dat doen wij ook met onszelf, hè. Kijk, wij zorgen ook goed voor onszelf, of niet? Hè, we gaan naar de kapper, we eten lekker, mooie kleding. Hè, nou, zo mag je ook, zo wil God ook voor ons zorgen, dat je gaat groeien. En zo wil hij ook, net als de plantjes, ons water geven en licht en warmte. Dat doet God ook bij ons. En met pasgeboren baby's is het ook zo. Pasgeboren baby's moet je ook goed voor zorgen. Doe je dat niet, dan kan die niet groeien. He? Je moet goed melk geven en zachte voedsel. En als je pas een kind van de Heer bent, dan krijg je ook eerst de eerste beginselen van voedsel. Gaat niet direct van daar omhoog. Maar je begint stapsgewijze, zodat je kan groeien. En de stem van de Heer leert verstaan. En in een groeiproces, daar gebeurt van alles, hè. In een groeiproces, dan probeer je, ik zal maar een voorbeeld geven, je ziet de fruitbomen en je wil de vruchten plukken, maar het is nog half rijp. Dus dat kan je nog niet plukken. En ga je plukken, ja, dan heeft het geen zin, dan kan je niet eten, want het is nog een beetje rauw. En dat heeft zijn tijd nodig. Dat die vruchten moeten eerst rijpen voor het zover is, dat je ze kan plukken. Liever wachten voor het resultaat dat goed is, dan te snel handelen en het resultaat is er niet naar. Ik wil even lezen uit Matteüs 13 vers 3 tot en met 9. Het gaat over het zaaien, hè, wat Jezus zegt. De gelijkenis van de zaaier. Even kijken hoor. En hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen en zeide: zie, een zaaier ging uit om te zaaien en bij het zaaien viel een deel langs de weg. En die vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op de steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En terstond schoot het op. Omdat het geen diepe aarde had, maar toen de zon opkwam, verschroeide het en omdat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel op de doorns en de doorns kwamen en verstikte dat. Een ander deel viel in goede aarde en dat gaf vrucht. Deel 100, deel 60, deel 30-voudig. Wie oren heeft, die horen. Nou, ik stel me zo voor dat je aan het zaaien bent. Je gaat het woord zaaien, je evangeliseert en er gebeurt maar niks met die persoon. Nee, dan moet je niet denken dat er niks gebeurt, want je hebt gezaaid. En op een dag zal het ontkiemen, want weet je waarom? Omdat het bij iedereen anders werkt. Niet iedereen begrijpt het direct. Een andere die neemt de Heer direct aan, als je vertelt. Maar er zijn ook mensen die de Heer niet
direct aanneem. Omdat ze denken, ja, wat is dat dan weer? En die hebben vragen. En je hebt ook wel eens dat je gaat zaaien en dat niks uitkomt. Omdat die personen misschien denken van, hoor, is niks voor mij. He? Laat maar zitten. Dat heb je ook. Maar raak niet teleurgesteld. Want je hebt gezaaid en dat is zo belangrijk. Want als je niet zaait, kan een ander niet horen over het evangelie. He? Stel dat de Heer jou gebruikt voor iemand om het woord te brengen of te getuigen. Nou, de Heer heeft jou gebruikt op dat moment. En die man of vrouw of meisje of jongen, die heeft het gehoord en dat is belangrijk. Dus we mogen erop vertrouwen dat het wachten zijn vruchten zal werpen. En bij het zaaien, hè, als je gaat zaaien, dan komen de blaadjes niet direct terstond. Dan komen er geen vruchten direct in de boom. Dat is nog een jong plantje. Dus dat heeft tijd nodig dat het zover is dat je de vruchten kan plukken. Ik moest denken aan een kennisje van mij. Heel lang geleden hoor, toen waren we nog jong. Een jong meisje waren we. En toen getuigde ik ook aan haar over de Heer. En ze ging wel eens mee, maar de zaad is gezaaid, maar ik denk dat ze nog niet veel begreep. En ik maar getuigen en hem weer meenemen. Nou, gebeurde niks, maar de Heer gaat wel aan de gang. De Heer die werkt wel aan haar hart. Natuurlijk, want jij hebt gezaaid. Dus op een dag ging ze met vakantie naar Oostenrijk. En ik zei, oh, neem je nog mensen mee? Nee hoor, ik ga alleen, vind ik leuk. Dus ze ging helemaal alleen de bergen op, berg beklimmen. En ze ging daar wandelen. En toen ontmoette ze een echtpaar. En die waren aan het evangeliseren met een blaadje in de hand. En die deelden aan haar ook een blad. En ze zei, oh, waarover gaat het? En ze hoort het evangelie en in de bergen nam ze Jezus aan. Toen werd ze ineens een keer een kind van de Heer. Hoe vind je dat? En dan dacht ik, oh, heb ik geëvangeliseerd? En daar komt ze wel bekering. Nou, zo werkt de Heer. Weet je waarom? Omdat de Heer weet hoe wij in elkaar zitten. De een zo en de ander zo. De andere, die begrijpt het direct en anderen niet. Nou, het is maar gelukkig dat de Heer rekening houdt met ons. Met de mensen. Hij weet precies hoe wij in elkaar zitten. Als de Heer dat niet deed, waren we robotten of niet? Ja, je zult, hè? Dan waren we slaven. Maar gelukkig dat de Heer zo niet denkt, hè? De Heere God, dat zegt de Bijbel ook, is liefde. God is liefde. Hij doet alles in liefde en geduld. Even kijken hoor, waar ik gebleven ben. Momentje. En zo is het bij het zaaien ook, hè? Dan komt het op harde grond en het ontkiemt niet, omdat de mensen het niet willen horen. En bij een andere gaat het groeien en groeien. En ook als je de Heer gaat dienen en je wil hem volgen, ja, dan moeten wij alles vergeten, hetgeen achter ons ligt. Want van elk ding wat je meemaakt, daar leer je van. Want het leven hier op aarde is een soort school, hè. Je krijgt scholing van de Heilige Geest. Je gaat heel veel dingen leren. En je maakt ook fouten. Het is met vallen en opstaan. En de volgende keer denk je, oh, dat moet ik nooit meer doen. Daar heb ik wel van geleerd.
Nou, dat is juist goed dat je gaat leren. Zo maakt de Heer je bekwaam om door hem gebruikt te worden. En het is niet zo, als je een fout maakt, dat de Heer die niet gebruikt, maar je gaat wel groeien. En er wordt steeds groter en groter, net als die boom, hè. Die werpt allemaal vruchten op. Er hangen allemaal rijpe vruchten. Dat gaat ook in je leven gebeuren als je de Heer blijft dienen. En volgen en geloven. En de mensen die gaan bij jou nestelen. Die zeggen, nou, je moet bij die man zijn of vrouw. Want die weet heel veel over de Heer te vertellen. Dus dat is ook belangrijk in Gods Koninkrijk om te groeien. En weet je hoe je ook kan groeien? Door elke keer een stukje uit de Bijbel te lezen, dan leer je God ook kennen. En zoals Hans heeft gezegd, om God te leren kennen hoef je niet altijd in het woord te lezen, dat is waar. God openbaart zich ook wel eens aan iemand in een droom. Of zoals ik net zei, dat hij een jongen riep bij zijn naam. Dat doet de Heer ook. Maar het is belangrijk om te lezen. Want God heeft niets voor niets de Bijbel gegeven. Zodat wij hem ook leren kennen. Hè? Daarom is het belangrijk. Als je de kans krijgt hoor. Om te gaan zaaien. En te vertellen over Jezus. Ja, niet in een winkel natuurlijk met heel veel mensen die schoenen kopen. Of dat je daar rond gaat bezuinen van mensen. Hoor het evangelie. Ik denk dat die verkoopsters zeggen van hé, er is hier een winkel hoor. Wil je dat buiten doen? Dat is wel eens gebeurd hè, dat een vrouw dat deed. Dat heb ik gehoord. Maar ze werd er wel uitgejaagd. Want ze zeiden, ja, we verkopen niks zo. Dan gaan ze allemaal naar je luisteren, doe dat maar buiten. Dus wij moeten ook met wijsheid en verstand de dingen van God doen. Met wijsheid en verstand en met liefde. Daarmee wil ik eindigen. Ik wens jullie nog een gezegende zondag.